Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rayman Legends met Jordi van de Support Guys. We zijn nog steeds in real life, waarschijnlijk voor deze hele serie en dat is leuk. Dat is zeer leuk, maar ja, ik woon niet om de hoek. Ik ben gelijk met Paddy en Rusty. Nou, Paddy weet ik ook niet of die om de hoek woont, maar Rusty die woont inderdaad om de hoek, ja. Nee, zoals jij, hij rubberbandt wel een beetje, niet veel, maar. Ja, dat. Dat ging niet helemaal goed. Dat was net te laag. Ja. Maar ja, dan moet je nagaan. Degene die de meeste dingen gevoerd op locatie is degene die letterlijk. Vers weg woont. Ja, precies, vers weg woont. Die letterlijk ook gewoon heel Nederland moet doorkruisen om hier te komen. Dat was ook weer nodig. Dat is één nadeel als je zweeft. Je hebt letterlijk geen horizontale momentum. En dat is best klote. Nou, dat was makkelijk. Ja. Yeah. Zeggen we met een paar devs, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dat is een. Hoe noem je dat? Daar moet je het gewoon niet over hebben. Precies. Dat is bijzaak. Ja. Dit valt. Ik pak wel weer een rood karakter terwijl je een rood uniform aan hebt, maar ik denk dat het makkelijk van elkaar te onderscheiden is. Ja, oh nee, weer eentje. Nou, oh, met onze grote vriend. Met onze grote vriend en we zijn weer een kip. Oh, dat was helemaal erg. Ja. Ik weet niet wat ik erg vind. Klein zijn om een kip te zijn. Dat is allebei niet chill. Nee, klopt. Hoi Murphy. Rukbeest. Nou, er is niks. En meest kutte vind ik dat dit is geen core level, hè? Nee. Je hebt hier ook nog wat aardig wat lemmings in zitten. Amai, amai. Milan is gedegradeerd tot Belg. Amai. Allee jong. Allee jong. Dat was de vorige keer toen wij een grote opname sessie hadden. Ja. Toen waren wij in België. Toen waren wij in België en we hadden letterlijk alleen maar Mario Party te spelen. Klopt, ja. En Mario Smash. Ja. Snap jij waarom Murphy dan niet vooruit wil? Hij blijft gewoon hangen. Murphy een loser is. Een loser boy. Maar heb je in die tussentijd Mario Smash voetbal nog een keer aangeraakt? Nee, geen enkele keer. Nee. En dat vind ik best wel kwalijk van zo'n game. Want het heeft op zich nu wel extra dingen gedaan, maar. Ja. Wel, mijn hype was zo groot voor die game. Ja. En dat had ik trouwens met die Mario Party toen gespeeld ook hoor, want daar had ik veel meer uit kunnen halen. Ja, zoals ik al vaak heb gezegd in onze Fortune Street aflevering, ze hadden het heel makkelijk kunnen oplossen. Door gewoon door DLC toe te voegen. Ja, te laat. Zo spijt. Door gewoon te zeggen van oké, iedere 3 maanden brengen wij een boord uit. Want ja, de engine heb je al, het design heb je al. Ja. De graphics heb je al, dus in principe je hoeft geen klote uit te voeren. Je hoeft alleen maar te zeggen van oké, jongens, nu brengen wij... I don't know, Waluigi's eiland uit. Geen idee, maar... Je hebt alles, maar nee. Het is maar één ding en that's it.
stiekem hoop ik gewoon dat er dan nog een nieuwe Mario Party komt met borden van 4, 5, 6 en 7. Ja, dat is... zou op zich... Ja, oké, dat zal ik niet in de gaten. Maar ik krijg hem boven toe. Zit net te laat. Net te laat. Ah, oké. Oh, spawn er toch daar. Nice. Ja, maar dat vind ik gewoon de grootste zonde. Iets meer naar rechts toe, iets meer naar rechts toe. Iets meer naar rechts toe. Ja, nu. Oké, dan kom ik bij je. Heb je al. Ja, maar dat blijf ik gewoon de grootste zonde vinden van Nintendo. We geven DLC aan, of een uitbreiding aan games die eigenlijk niet nodig hebben. Iets te snel, maar sorry. Maar games waar je het meest profijt uit kan halen, zoals bijvoorbeeld een Mario Party. Nee, dat doen we niet. Vind jij dat een Breath of the Wild of een Xenoblade dat nodig had? Breath of the Wild, nee. Xenoblade, ja. Maar alleen maar omdat ze letterlijk vanaf Xenoblade 2... Want de DLC van Xenoblade 2 was eigenlijk gewoon een stuk van de story die ze uiteindelijk uit hadden gesneden. Ja. Want die hele DLC had één chapter moeten zijn. En zo'n chapter in Xenoblade is tussen de 10 à 20 uur. Nou, en dat stuk hebben ze eruit gesneden. En dat was uiteindelijk... ja, dat is echt... Je hebt daar geen tijd voor. En hebben ze eigenlijk als DLC gedaan. Nou ja, toen dachten ze van, weet je wat? We gaan DLC toevoegen voor de rest van de dingen. En dat maakt gewoon de story gewoon af. Ja. Voor Breath of the Wild om die te kunnen laten slagen was helemaal niet nodig om daar een DLC voor uit te brengen. Nee, want je ging al Hyrule Warriors Age of Calamity bracht je al uit. Kijk, dat ze het voor dingen hebben gedaan voor Mario Kart 8, kan ik me nog wel voorstellen. Want die game die verkoopt goed en op deze manier hoef je geen nieuwe Mario Kart te maken. Dus dat snap ik nog wel dat ze dat ja. Hebben gedaan. Maar er zijn zoveel mogelijkheden met inderdaad. Want ze hebben ook wel DLC gedaan met voetbal. Ja, maar. Te laat of zo. Nou, te laat. Op de verkeerde manier. Te laat, te weinig op de verkeerde manier. Ja. Oh, the fuck moet je hier doen? Ik dacht je gewoon over de anders landen. Oh, je moet een beetje naar. Oké, je moet het tempo erin houden. Oké. Dat is mijn probleem. Maar als ze nu bij wijze van spreken Mario 9 gaan uitbrengen voor de nieuwe console, dat gaat nooit meer genoeg cups, courses maken. Het 8 is nu gewoon een definitive manier om Mario Kart te spelen. Nou, maar weet je, als zij gewoon 6. 6. Nee, niet 6. 12 compleet nieuwe keuzes doen, zeg maar. Ja, maar dat doen ze niet. Ze gaan gewoon of dan dingen die. Waar ben ik nog geraakt? Geen idee. Oh, dat is zo'n heet ding. Oh. Geen idee hoe dat moet komen. Je springt niet hoog genoeg daarvoor. Nee. Maar niet. Maar ja, dat is het gewoon. Het is gewoon jammer dat ze het op die manier willen doen. Ja. Nou ja, als ik ook gewoon even... Oh, nou ja. Als die letterlijk naast me staat, oké. Okay. Nee, ik heb ook al eerder gezegd, de Switch is eigenlijk de ideale console geweest voor Nintendo, maar ze buiten niet alles eruit wat ze hadden kunnen doen. Ik dacht voor ook een app. Dat is gewoon het grootste probleem waar ik door wil, terwijl Milan kijkt naar zijn appies. Ja, ik reageer, ik was er wel bang voor. Ja, we willen nu dat je werk naar werk komt. Ja, sorry, dat gaat hem niet worden.
zelf. Ja, ik kan niet terug met Murphy, dus. Woe! Dan. Oh man, he done, da da da. Oh man, he done, da da da. Oh my dee do, da da da. Oh my dee do. Dan wachten we wel even tot Milan zover is. Ja, ik doe even een kort appje eruit toch. Je ding is ook alweer gedisconnect, dus. Yes. Ja? Oké, nou je bent ook weer geconnect, dus we kunnen weer. Mooi. Maar terugkomend, ja, ze mogen gewoon DLC en de Wii U was gewoon een drama voor Nintendo. Dus breng gewoon de Wii U games er nog op de Switch uit. Dan heb je nog de laatste dingen qua sales die je nog uit de Switch kan halen. En dat klinkt heel raar om te zeggen. Maar dan heb je gewoon iets gehaald wat beter of net zo goed is geweest als de Wii. Ja. Oh, ik ben er niet meer. Dus ja, loop maar door. Oh, oh, ik gleed door. Nee, volgens mij is het enige wat nog hoger momenteel staat dan de Switch is de PlayStation 2. Qua verkopen? Ja. Wat dat leuk, nu is het hartstikke goed als Nintendo zijn dit wel. Nou ja, als je rekening mee houdt hoe goed eigenlijk de PlayStation 2 was met eigenlijk naar verhouding minder exclusives dan Nintendo. Ja. Ja, hij mag gaan schoppen. Ja, laat ons maar vallen. Maar ja, dat is het dus ook gewoon. Het is gewoon... De Switch kan er veel meer uit halen, maar nog even zijn laatste generatie goed te maken. Maar ja, Nintendo is gewoon even rare dingen aan het doen. Begin het met die Everybody Want to Switch. Wat heb je er mee gekregen? Nee, ik weet niet wat Want to Switch een ding was, hè? Ja. Het is gewoon een soort Discord. Ja, er komt een sequel uit. Oh, daar heb ik wel eens van gezien. Ja. Is dat erg? Nou, ik vind dat niet erg dat er een sequel van is. Ik vind het wel een beetje erg dat er een sequel 6 jaar na dato komt. Ja. Dat vind ik een beetje gek. Ja, dat is ook wel raar. Maar mensen maken al de vergelijking. Oké, Breath of the Wild kwam 6 jaar geleden uit. Heeft nu een sequel. Everyone Want to Switch, komt niet uit. 6 jaar geleden, heeft nu een sequel. Nintendo, waar is mijn Odyssey? Ja, inderdaad, dat is mijn Odyssey. Waar is mijn Mario? Want Mario heet ook niks. Je kan zeggen van ja, oké, Super Mario 3D World, maar... Dat was... Ik ook even dood. Ja, ik dacht van ja, even sociaal doen. Dus dat is meer mijn ding. Want ik had op zich niks tegen Bowser's Fury hoor, maar... Ja, voor wat het was en voor wat het moest dienen? Geen idee. Vond ik Bowser's Fury prima. Oh.
Ja. Trots als je klein bent en kut, hè? Ja, maar... in plaats van dat ze gewoon uit de stilstaande positie slaan, word je nu meteen meegenomen. Yep. Dus dit is geen normale hit meer. Je hit is nu een dash geworden en dat is heel erg kut als je dat niet weet. Ja. Maar ja... Het is nu wel bijna zo erg als van mijn Nintendo geen nieuwe Mario Sports hoeft te maken. Nee, dat zal gewoon niet goed zijn. Nou, niet goed, er zitten weinig dingen in. Want jij hebt ook de campaign gedaan van Smash Football, hè? Ja. En daar was ook gewoon niks aan. Nee. Het lukt ook heel erg wel besloten. Ja, klopt ja. Ja, we zijn bijna door, bijna door deze wereld heen, dus... En ik denk ook, wat je net had, dat je bij wijze van spreken uitgleed. Ik denk dat dat gewoon kwam door het feit dat jij gewoon ging attacken. En je niet in de gaten had van, oh, ik attack, maar ik lunch meteen. Dus jouw normale hit is meteen een dash attack geworden. Wat een kut level! Wat zei ik ze? Ga maar, doe nog wel verder. Oké, wat is er nou hier? Oh, ja. Oké, okay, je moet het pad volgen, oké. Okay. Maat, wat zijn die knopjes? Er is niks mis met de knopjes, maar we zien gewoon niet wat we doen zijn. Ja, sure, dit kan er ook nog wel bij. Het klinkt raar om te zeggen, maar dit is wel een stuk makkelijker, want hij geeft de weg aan die je moet doen. Let's go! Wee! 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 Oh ja, niet jumpen, gewoon glijden. Alip. 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 Je wou het laatste punt zo graag jumpen, maar dat mag niet. Je moet je heel erg inhouden. En dan moet je gaan glijden. Dat maakt dit zo'n achterlijk rukpunt. Sterf en nu heel snel.
Nou, iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. Nee, het is nog niet. We hebben nog 4 minuten. Nee, maar ik wil wel afsluiten. Ja, prima. Adios amigos.